Het is een skydiveboek, je skydiveboek aan terug te krijgen. Knol power! En heel erg tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en ik ben samen met Makia. Hallo, je moet er heel raar tegen praten. En ik ben dus met Tom en ik ben met Milan. Ik ben nog niet gewend, hè, deze shout. Ik probeer me nog netjes op te stellen. Ja, jullie kennen Tom niet, ik ken hem ook niet. Hoe kennen jullie elkaar eigenlijk? Via Overwatch. Ja. Gewoon via gamen. Via gamen. Ja, we gamen. Dit is de eerste keer dat jullie elkaar zien. Dat ook echt, ja. Serieus? Ja. Hij kwam ook aan en toen dacht ik echt van, holy shit. Ja, jij was fucking klein. Ja. Ik was 1,60, ik zie er een of andere goblin aankomen lopen. Oh, maar is dit een beetje wat jullie van elkaar verwachten? Ik vind hem wel knap, ja, ik zou hem doen. Het is dus de eerste ontmoeting van Milan en Tom. Ik heb het gewoon op beeld, man. Damn, ik heb zo vaak eerste dingen op beeld. Ja, altijd als ik hier ben, doe ik altijd de koelkast open. Mag ik deze? En altijd als je hier bent, dan moet je altijd iets uit de koelkast pakken. Ja. Alles. Het is gewoon lekker, man. Altijd even wat dingetjes pakken, even meenemen, even eten, drinken. Ja joh, tuurlijk. Chill, man. Moet je nog snoep? Heb ik ook nog? Oh, heb ik gewoon weg, hè. Kijk. Nee, ik hoef geen snoep, geen koekjes. Ik neem wel water mee als ik goed vind, ja? Ja, dat is ook goed. Oh, kijk. Gewoon water. Oké, gaan we? Ja? Ja? Ik wacht al op jou. Jij zei 10 minuten geleden, ik kom over 5 minuten aan. Ja, het was druk op de weg. Ja. Zo'n auto is nooit druk. Je kan toch over mensen heen vliegen, dat ding? Nee, maar weet je wat het is? Soms heb je dat je een grote boodschap gaat doen en dan ben je gewoon in één veeg klaar. Nou, het was gewoon wat meer veegjes dit, weet je? Bro, jij zit altijd te gamen op de wc. Je lult. Luister, iedereen weet dat bij mij gewoon. Als ik naar de wc ga, en stel voor we moeten weg en ik zeg, ik ga nog even naar de wc. Dan zeg Enzo telefoon inleveren. Maar als ik naar de wc ga, dan zit ik altijd gewoon een kwartier of een half uur, omdat ik dan altijd een spelletje ga doen. Of ik reageer op mensen die reageren op mijn Instagram. Dus dan weten jullie dat als jullie een reactie krijgen op Instagram, ja, is vaak vanuit de wc gemaakt. Kunnen wij delen, meneer wc? Ja, we kunnen delen, het water. Doei, Makia! Oh, ze gaat mee. Letterlijk doei. Bye-bye. Bye-bye. Mooie kat hoor, Makia. Ja, jij bent een mooie kat. Ja. Waarna ga je weer even chillen met Sok dan? Nee, Makia. Hier, eikel. Dat is een eikel, Makia. Dit is hoe jouw baasje eruit ziet. Makia. Oh, dit is een goede eikeldop. Milan, kan je dat? Met een eikeldop? Ja, ik zag jij dat doen in de vlog. Ja, maar ik had een kapotte eikeldop. Dop. Oh ja, dat kan ik wel. Oh, maar als je dat hebt gezien in de vlog, dan had je ook gezien dat ik ging vertellen dat jij uit jezelf kon boeren. Oh nee, dat had ik niet. Nee, kan ik dat? Ja, doe eens even. Nou, die soort. Zie je? Dat kan jij. Nou, dat fluitje dus. Nice. Maar Milan kan hij zichzelf boeren. Echt sick. Hij doet straks in de auto even het alfabet. Ik heb Tom leren kennen, heel kort, via dus de game. En we scholden elkaar uit. En we waren de hele tijd elkaar aan het dissen, als het ware. Dus jullie waren ruzie aan het maken en toen uiteindelijk ontstond vriendschap. Ja, want je bent beste vrienden als je elkaar mag beledigen en je kan erom lachen. Ja, en je hebt zelfspot. Ja. Maar jij zegt ook altijd, hey kind, baartje. Doe jij ook altijd? Vind ik helemaal niet leuk. Doet me hartstikke pijn. Daar word ik heel onzeker van. Maar ja, toch, dat mag je dan doen. Weet je wel? Dat is ook ja. Waarom heb je niet geschoren? Ja bro, hij is net zo mooi aan het worden. Hij wordt lekker vol. Hoezo lekker vol? Lekker vol zeg. Ja. Ja, prachtig vol. Ik wil ook zo'n baartje. Ja, je moet even... Ja, die heeft hier nog van die scruffy patches daar zo. Oh, je spiegel, man. Ja, daar gaat hij. Waar willen jullie even gewoon van mijn haar afblijven? Maar doe even het alfabet met boeren. Oh, dat kan ik niet, denk ik. Jawel, dat heb je ooit een keer gedaan. Daarna was je heel misselijk. Oké, kom op, A. Zo, gaat moeilijk, hè? Ja, het is lang geleden. Ja, eerst kon je dat vet goed. Wow. Maar jij deed altijd dit, jij deed al zo... Ja, hoe vet hard doe dat is. Jawel, doe even. Ik kan dat niet meer. Jawel, dat kan je nog wel. Oh, ik kan het niet meer. Jawel, even één goeie. Ja, ik doe toch mijn best al! Je doe even goed voor de vlog. Ik word er niet voor betaald! Oh, kut.
Oh nee, hij is weg. Hij zit hier nu. Oh nee. Ah, kut. Hij komt er niet meer uit. Nee? Nee? Zit hij nu vast? Hij zit er nu vast in, ja. Ja? Ja. Zometeen als we gaan barbecuen, een stukje vlees en dan... Ja, raar man, dat je dat kan. Oké, okay, laten we gaan rijden. Sorry. Daniel is aan het lachen. Hij heeft me net laten schrikken. Yes, eindelijk. Oh, was echt niet chill. Kijk maar. Fuck! Ja. Holy shit, joh. Eindelijk heb ik je. What the fuck, waarom doe je dat? In ieder geval, goed dat ik je nu al zie. Ja. Want we moeten even naar de auto. Ik heb wat voor je. Spannend. Ja, kom mee man. Dit ga je wel leuk vinden. Dat heb je trouwens een epische broek aan. Vind je? Ja, ik vind het, weet je waar het een beetje op lijkt? Het lijkt op een broek. Ja, klopt. Mensen... Het lijkt op een broek. Ja, wow. Daarom heb ik hem aan. Ja. Nee, het lijkt op zo'n broek van mensen die uit het vliegtuig springen. Nou, wil je mijn broek eens filmen? Want mensen hebben hem nog niet gezien. Voor de mensen die nog niet weten, hiermee springen ze het vliegtuig uit. Ja. En dan doen ze deze op. En dan is zo... En dan gaat zo... Oké, ik heb wat voor je meegenomen. Het zit in de kofferbag. In de kofferbag? De kofferbag. Let op, jongen. Ja, hier voor het vissen, hè. Oh. Even zo'n vissenzoetje. Ja, ja. Goed, hè? Ah, daar ben ik blij mee. Kijk eens aan, man. Vet. Alsjeblieft. Dankjewel. Dikke vette piece. Yes. Zeker weten, dikke vette piece. Hier, check hem. Kijk. Wacht. Oh, wat echt jammer, de persoontje er niet. Ja, dikke knoepert. Ja, dat is mooi. Ja. Wil je natuurlijk ook even zelf met de dames. Gaan wij op de foto? Ja, mag ik mijn telefoon pakken? Ja, tuurlijk. Ja, het is helemaal... Ik heb zeeën van tijd. Hoi. Wat heb jij een leuk shirt aan eigenlijk? Dankjewel. Een beetje een vissershirt. Het is een geel vissershirt met een rode vissenhoed. Het is wel... Goed man, swag. Doe die bril ook even erbij. Jij gaat zo spijt krijgen dat je dat hebt gedaan. Want iedereen maakt daar een printscreen van en gaat het naar je toesturen. Wat is dit een mooie hond, hé? Dit is toch een Dalmatier, dit? Ja, dat is een Dalmatier. Mengsel tussen een Dalmatier en een tackle. Nee, wat is het voor hond, Willem? Dat is een hashtackle. Een hashtag? Hashtag. Een hashtackle. Een hashtag hond. Wat? Hè? Nee, een hashtag. Een kruising tussen. Een? Hashtag. Een hashtag, hij hoort hem gewoon niet. Nee, ik hoor hem niet, ik snap hem ook niet. Hashtag. Nee, het is een. Nee, ongemakkelijk, ik snap hem niet. Het is een vuilnisbakkie. Ja. Dus van. Hey, ja, hallo. Collie zit erin. Hallo! Ga zitten. Goed zo, high five. Goed zo, ja. Nu krijg jij je. Ring. Pak hem. Wow! Oh, ik kan goed vangen, hé. En zit. Nee. Zit. En high five. Ja. En nu krijg je de ring. Wow! Wat een goede hond ben je. Oh, moet ik het nog een keer doen. Hoe heet hij eigenlijk? Sammy. Sammy, zit. Sammy, zit. En lig. Laag. Laag. Af. Af. Blijf, af. Blijf. En pak hem. Wow! Echt normaal dorpwisselen of zo. Ja, het is helemaal gek. Ja, man. Ik als hij gooit, vangt hij hem nooit. Nee? Misschien nu, misschien. Maar luister niet eens naar zijn naam. Kijk, ik kan ook een beertje. Kijk, beertje. Oh, dat is schattig. Ja, toch wel. Ja. Oh, ik kan echt goed vangen, Sammy. Oh, Beertje is lief. Doe, zit. Zit. Ga maar zit. En Beertje. 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 Nee, Beertje. 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 Ja, deze. Beertje. Beertje. Ik ben nu te hoog. Oh. Ga maar zit. Zit. Beertje. Beertje. Oh, beide. Beertje. Beertje. Oh, nu snapt hij het niet meer. Oh, hier, komt hij. Alsjeblieft. We gaan barbecuen, mensen. Oh, dit is hot. Mens not hot. Never hot. Take off your jacket. Mens not hot. Hoppakee. Wat gaan we eigenlijk barbecuen? We hebben spareribs. We gaan een soort spekfakkels maken. Spekfakkels? Nice. Lekker, man. En we hebben broodjes. Met beleg. Oké, met chocopasta. Ja. Pindakaas. Precies. Lekker, man.
Oh, Sammy, jij wordt mijn vriend van vanavond. Ja, ga maar zit. En doen we één keer even de beertje. Beertje? Doe maar beertje. Oh, kan je dit? Beertje? Beertje! Ja! Goed zo, pak maar. Beertje? Ja! Goed zo. Wat een boefje. Geniaal, man. Zo'n leuke hond. Ja, je bent een leuke hond. Ja, ik moet hem nog een keer gooien. Hier. Die komt sowieso niet meer vanaf, hoor, de rest van de avond. Nee, die komt de hele tijd terug naar mij, of niet? Ja, dat is vaak zo met honden. Als je heel even gaat spelen, laat me los. Ze weten precies wie ze moeten uitproberen altijd, hè? Ja, hè? Pak hem maar. Zo op zijn hart. Ik gooi hem iets te hoog, denk ik. Pak hem maar. Ja, normaal kan hij niet zo goed vangen. Dus zij willen hem net. Ja, echt schattig, man. Ja, je bent echt lief. Pak hem maar. Ja. Dit is een kop, jongen. Dat is droog. Pak hem maar. Pak hem maar. Hij is sterk, hoor. Sterk, hè? Gevaarlijk zijn jullie. Eigenlijk moet jij hem ook in je gebit doen. Je hebt gewaagd. Je bent ook een lijpe gast, hè jij? Geniaal, man. Ja. Ik ga even chillen. Tot zo. Wat jij moet zeggen? Moet je klaar zeggen, heel dwingend. Klaar. Echt? Klaar! Ja, toch? Klaar! Ik snap het wel, nu komt ze niet meer terug. Oké, nu komt ze niet meer. Hier. Milan, wat ben je hier aan het doen? Dit is wel echt zeldzaam namelijk. Milan heeft een mes vast en staat in de keuken en is iets aan het bereiden. Dit, Milan, is echt bijzonder. Ben jij trots op je broer? Ik ben heel trots. Ik denk dat Milan zijn vriendin ook... ik schrok heel even. Ik denk ook dat ze helemaal in de war is. Ja, dit is zo niet... ik ben uit mijn habitat, hè? Ja. Ik weet ook niet wat ik nou aan het doen ben. Wat kan je hiermee? Ja, daar kan je mee snijden. We zijn spiesjes aan het maken. Kijk, deze twee spiesjes heb ik al gemaakt. Daniel. Sorry. En deze twee spiesjes hebben... Auw! Je prikt me gewoon, lul. Deze twee heb ik al gemaakt. Super nice. Kijk, dus daar doe je een paprika op, doe je ui op. Die niet zo heel lekker uitzien. Jawel. Lekker, man. Kijk, en hier heb je zo'n stukje vlees. Oh, heerlijk, man. Goeie. Allemaal lekkere spiesjes. Gaat het goed komen zo? Denk het wel. Kijk eens even. Als ik het nu laat vallen, jongen. Al het werk voor niks. Maar dit is sick, hoor. Kijk hoeveel spiesjes. Oh, dit wordt echt lekker. Wow, sperrip zit er al op. Dit wordt echt een hele goede barbecue. Hoppakee. Hey, mijn zonnebril. Helemaal gespiesd, die bril. Kijk eens, Daniel. Oh. Dit is wel echt de grillmeister gewoon. Dit is echt een ding, jongen. Die heb jij gemaakt, of niet? Die meester. Ja, meester spies. Hoppakee. Ik zit er niet meer op school. Kijk eens even. Wow. School vind ik echt saai. Meester spies, zei jij. Wat meester spies. Zo heet mijn biologieleraar. Ja? Meester spies. Biologie vind ik zo stom. Alles is van biologie. Die heette niet meester vies. Nee. Kan ik zeggen wat je doet, Tom? Ja. Oké, ja, Tom die geeft biologieles. Dus vandaar. Dus als jullie nog seksuele voorlichting nodig hebben... Ja, kun je bij mij wezen. Ja, moet je dat ook geven? Ja. Oh, dat is wel leuk. Zo heb ik het ook geleerd. Ik ga binnen. Mijn eerste jaar, dat is echt... Oh. Dat is super ongemakkelijk. Ja, het is echt schattig. Het is echt leuk. Ja, seksuele voorlichting. Ik heb zelf ook leren opleiding. Jij krijgt dat volgende week, toch? Ja. Ik heb cursus ingeschreven. Oh, cursus? Ja. Cursus seks. Volwassenen. Ja. De how-to. How-to basic. Ja, how-to basic. Dan gooi je zo allemaal eieren op je vriendin. Ja, hier moet ik even uitleg aan geven. How-to basic, dat is een YouTube kanaal. Dat is echt heel raar. Dan worden er allemaal eieren gegooid. Ja, dat is echt vaak. Ik weet niet of mensen het kennen, maar... Dit is Enzo's spies. Ja, dit is een ziek goede spies, toch? En ze liggen er net 15 seconden op. Okay, gewoon allemaal stukjes vlees. Gewoon lekker, man. We gaan naar beneden. Dit is de magische plek. Ja, kom maar.
Het is echt zeer geheim. Oh, komt er binnen. Wow, dit is een vette plek, hé. Dit is groot. Het ruikt hier zelfs naar kelder. Ja, het ruikt hier ook naar kelder, ja. Oh shit. Wow. Ja, want dit is altijd 2 keer 3 is 7. 4. Oh, er staat 4. Willem. Huh? Ja. Waarom staat er 4? Het was toch altijd 2 keer 3 is 7? 6. Ja, 2 keer 3 is 6. En dan nog iets. Ja, maar bij Pimpy Lankhuis was het altijd 2 keer 3 is 7. 7, 9. Het was iets met een 9, niet met 6. Nee, het was iets met een 7. Ben ik nou gek geworden of het was toch altijd... Wiede, maal 3 is 9. Ja, er was ook iets met een 9. Ja, dat zeg ik. Ja. 2 maal 3 is 6. Wiede. Ik doe mijn best. Hi, Pipilo. Nou, zoiets dus. In ieder geval, dit is echt een sikke ruimte. Hier speelt Willem meestal is er eentje pingpong. Ja. Rent hij de hele tijd rondjes op de tafel. Ja, je kan het nog echt ook. Ik zie het jou nog doen ook. Doe eens even voor, Daniel. Ja. Ik gooi hem op voor je. Oké, Daniel, die laat zien hoe Willem normaal gesproken in zijn eentje tafeltennis. Wacht, heb je benen intrekken? Milan, benen intrekken. Tom ook. Ja, thanks. Kijk. Zo speelt Willem meestal in zijn eentje. Ja, ik snap het. Maar we gaan een toernooitje doen. Wat is dat? Oh, is dat? Oh! Dames en heren. De Pingpong Koning Award. Hij heeft een speciale award laten maken. Ja, maar als je alleen tegen jezelf speelt, is het wel makkelijk zo. Geen concurrentie, man. Besef, Daniel heeft gewoon een speciale award laten maken voor vanavond. Ja? En degene die wint is dus de pingpongkoning. Mag het niet meer. Het is een wisselbeker, hè? Het is een wisselbeker. Nice, hier spelen we om. Helemaal top. Ik zet het niet op mijn huis, man. Zo, super. Van wie is dit huis eigenlijk? Oh, van Pippi Lankhuis. Hè? Ja, daar woont... Daar woont iemand. Ouders. Dat is mijn slaapkamer. Hey, dat is jouw slaapkamer. Ja, dubbel gevouwen. Ja. Maar dit is sick, man. Kan je een beetje pingpongen? Een beetje. Oké. Ja, maar we gaan jullie wel allemaal inmaken, hoor. Oké. Ja. Ah, ik ben benieuwd. Kunnen jullie eigenlijk een beetje pingpongen, hey, guys? Oh, sorry. Niet heet het over Overwatch praten. We hebben het over vouwwagens. Ik hoorde dat hij pingpongkampioen van de camping is geweest in 2012. Ja, van Zuid-Frankrijk. Dus. Echt? 2012, dat is 7 jaar geleden. Hij was 20 jaar gewonnen van een 9-jarige. Ja. Dat was een vraag. Oh, pingpong! Oké, we gaan pingpongen. Het was een goede barbecue. We gaan beginnen met het pingpong toernooi. Ik heb een app gedownload. En op die app hebben we een tournament, dus een toernooi gemaakt. En de allereerste pot is Enzo tegen Tom. Veel succes, ik ben heel erg benieuwd. De eerste pot gaat nu beginnen. Nou, dit wordt serieus shit, hoor. Heb je nog iets te zeggen? Nee. Je moet eerst natuurlijk de tegenstanders introduceren zo. En dan doe je je kreet. Enzo Knol. Ton Steenenberg. Wow. 1-0. Ik ga zo met die camera zo tik probeer ik het balletje te volgen. Mensen, we hebben een probleem. Het staat 1-0 voor mij en het balletje is weg. Het balletje is zoek. Paniek. Ik heb 3 balletjes gevonden. Je hebt echt goed mijn ballen. Ja, ik doe ze ook in mijn zak. Sorry. Voor zoiets moet je sorry zeggen als je slaat en dan komt op de zijkant. Ja, maar je moet ook weet je voor wat je nog meer sorry moet zeggen? Sorry. Ik weet het met hem. Hij heeft deze Smash! Smash! Waarom doe je zo hoog? Smash! Smash hem dan! 4-0. Ik heb service. 7-0. Nee, kan niet. Of wel? Mooi, is dat een vraag. 4-0.
wisselen, boys. Jij mag wisselen van kant. 10-0! Jezus, gast, joh. Wat is mijn gaskamer hier? En daarom zeg je ook sorry, omdat het stinkt. Ja, nu ja. Nu snap ik het. Yes! Hij komt dichterbij, mensen. Yes. Jij mag kiezen welke kant. Ik mag werpen. Werpen ben ik heel goed in. Nou, werpen maar hier. Uh-oh. Oeh! Ik ben heel erg benieuwd wie er gaat winnen. Milan of Daniel? Wat denk jij, Tom? Ik denk Daniel. Ja. Ik denk ook al Tom. Wat denk jij, Tom? Het is allemaal matig, hè. Kijk. Ons duel is gewoon hard. Dit wordt gewoon even uitzitten. Ja, dit wordt uitzitten. Wat denk jij, Willem? Ja, ik denk Milan. Ja? Dat denk ik wel zeker eigenlijk. Oké. Okay. Ik zit in Willem. Nou, komt-ie. Succes. Oké, sports. Oh, dit wordt wel een fel potje. Het staat 1-0 voor Daniel. Dit wordt wel een fel potje. Oh, 1-1! Oh! Je had niet verwacht dat hij raak was, hè, mijn broer, hè, mijn bro, hè, niet te winnen van mijn bro. Mijn broer was de bier! Maar dat was geen komeroop van mij, mijn broer. Maar dat was van een verkeerde kerk. Oh, net service. Net service. Hij doet elke net service. Je Milan kan dat wel, hoor. Behalve nu. Kom op, bro. Kut! Niet zo hard. 4-1 voor mij! Oh. Ja, achter de camera hier. Oh joh, ik ging alles op. Oh. Het staat 7-3 voor Daniel. Net service. Kap eens met dat net, Daniel. Je ziet alweer. Kap eens met dat net. Alweer dat net! Wow. Daar moet je sorry voor zeggen. Oh, hij speelt wel vies hoor, die Daniel. Switchen van kant. Of is het? 10-3. Kom op, bro. 10-3 sta je achter. Ze gaan wat meer naar achter staan, Milan, en wat sportiever. Klaar voor? Nee. Okay. Alweer dat net. Stop nou eens, hé. Weer dat net. Maar dat heb ik net ook gedaan. Oh, kut. Hij moet zeg maar... als ja, je moet het zeggen. Ja, lekker. Kijk, hij doet allemaal sikke tricks ook. Is dat niet eerlijk? Dan moet jij dat ook gewoon doen. Ja, ik kan zeggen. Hier, lekker Milan. Gewoon normaal doen, dan win je ook. Hier, 13-6. Milan komt terug. Wat is er? Hier, 13-7. Ah, Daniel, RuneScape noob. Laat me beter terugkomen, joh. Ik ben 99 killer hier. Maar ik was het 99 woedkunde of zo. Nou, en? Oh, ik ging wel gaan. Ja, Milan, die was lekker, man. Ja, alleen goeie. Niet een punt. Milan, als ik een schede aan Milan, zeg jij dan sorry? Nee. Sorry. Oh, die was sick. Oh. Ik ga weg uit dit hoekie. Zo, die zag je niet aankomen. Die was sick, jongen. Jij pakte hem in je hand. Je dacht, die heeft hij niet, maar oh. Ja, het is... ja, de barbecue was echt goeie. Het was echt goede barbecue. 19-12 voor Daniel, mensen. Daniel moet nog één punt. Sukkel. 2013. Ai, ai, ai. Daniel heeft gewonnen. Yes. Ik zal het invoeren op de tournament app. Bam.
Me is so happy. Dames en heren, dit wordt wel echt een serieus potje. Willem tegen mij. Oh, wow. Sorry. Het lijkt Daniel wel. Ja, echt hè. Ah, 2-0. 2-0! Oeps. Lekker begin. Oké. Okay. Yes! Ah! 4-2. Oh, ik denk niet aan met dit hoor. Oh, dat is zo dichtbij. 5-4. Uitrusten. Ben je kapot? Nou Daniel, kom maar op jongen. Oké, okay, voor de service, ja? Voor de service. Oké, okay, komt-ie. Ja. Oh! 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 Ik had ze allebei! Goed lijf, motherfucker! Nee, doe. 16. 11, 8. Nee, niet. Tuurlijk. 20-9! Daniel, wat is dit? Ik sta 20-9 voor. Wat gaat hij doen? Hij moet zijn panty op. Nu het vissenzoetje bij de 20ste punt. We gaan tot de 21. Ja, dat maakt niet uit. Hop dan. 20-10. We hadden eigenlijk al lang moeten wisselen. Ja. Moet opnieuw. Ja. 21-10. Kaboom! Potje gewonnen. Oké, nu komt een heel belangrijk potje, want ik ga tegen. Ik ga tegen Milan. Wow, hoe lijkt je zoveel scheten in zo'n kleine ruimte? Ja, die barbecue. Wat ga je dan doen? Ja, 3-3. Die was ook gewoon op jou gericht. Ineens op de tafel. Dat dacht ik al. Ik wilde gewoon op Milan slaan. Gaat-ie? Snel tevreden. Ik heb niet zo lang arm als Willem. 20-10, de laatste pot.
Net zoals net service. Tinderel. Oh, 21-11. Dames en heren, de prijsuitreiking voor het toernooi van vandaag. Ik pak even mijn app erbij. En ik voer even de allerlaatste score voer ik hierin. Dat is Willem tegen Tom. Die heeft Willem gewonnen. En dat betekent... Ja, dat was spannend. Dat de standings, dat Willem heeft er 4 gewonnen. En die is dus... oh nee, moet bij de laatste beginnen. Laatste is Tom. Met 4 verliezende pietjes. Verliezende potjes. Hij heeft niks gewonnen. Als, Je hoeft het niet zo. Ik heb gewoon geen strip voor de volgende nu. Wie is de ene laatste? Milan. Milan heeft 1 gewonnen, 3 verloren. Als derde is Daniel, die heeft er 2 gewonnen, 2 verloren. Ik voelde me evenwichtig vandaag. Dus. Ja, en dan als tweede kom ik. Ik heb 3 gewonnen, 1 verloren. En als eerste is koning pingpong Willem. Dus de wisselbeker gaat naar Willem. Ik ben heel blij. Dankjewel, man. Maar dat is niet eerlijk, want ik heb hier natuurlijk geoefend. Het is gewoon een thuiswedstrijd. Ja, klopt. Dat moet het zijn. Ja, maar dan wordt het gewoon een revanche. Ja. Maar hoe verklaar jij je winst? Ja, thuiswedstrijd. Oké. Ja. En lange armen ook nog misschien? Nee, ik heb niet zulke lange armen. Nou, was in ieder geval gezellig, man. Het was sowieso leuk. Ja. We hadden wel een heel spannend potje. Ja, we hadden echt het mooiste potje, ja. Zeker. Ja, hij heeft sowieso iets in ons eten gedaan, waardoor wij allemaal minder speelden. Volgens mij heeft Enzo een lijpse stokje gemaakt. Ja, ik heb een spies gemaakt en door die spies ben ik de hele tijd aan het ruften. Maar het was echt een heel vet pingpong toernooi. Zo mensen, ik heb nog even de auto volgetankt en ik ben bijna thuis en dan ga ik lekker slapen. Ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor het kijken naar deze vlog. Hopelijk hebben jullie genoten. Vergeet niet even een blauw duimpje omhoog te doen en vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Ik check jullie bazen morgen heel graag bij een gloednieuwe vlog om 4 uur. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette... Peace. Knol power.